Goedenavond, dit is het Po-nieuws van donderdag 21 april. Telecombedrijf KPN gaat flink saneren. De nieuwe topman Eelco Blok zet het mes in 4.000 tot 5.000 banen. Dat is ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand. En dat is allemaal de schuld van de consument, want die pinkt erop los en vergeet de sms'en. En daar hadden ze bij KPN even geen rekening mee gehouden. 4 à 5.000 gedwongen ontslagen bij KPN en daar heeft u een verklaring voor. Ja, als je natuurlijk ziet waar KPN vandaan kwam, hè, PTT-tijd nog. Het oude tijdperk, terwijl we nu in een tijdperk leven van... Nou, van iPads natuurlijk en je mobiele telefoon en niet meer achter je computer kruipen, maar gewoon onderweg zijn. Het nieuwe tijdperk. Ze zagen wel dat het eraan kwam waarschijnlijk, maar ze doen net alsof ze overvallen worden nu door social media. Terwijl iedereen al lang weet dat dat al een paar jaar aan de gang is. Dus dat is wel een beetje vreemd. Heel concreet, de 4 à 5.000 ontslagen die komen door? Onder andere door pingen, WhatsApp, dus dat mensen berichten naar elkaar sturen zonder dat ze sms gebruiken, waar goed aan verdiend werd. Dus dat vlakt een beetje af. En we gaan allemaal videobellen de komende jaren. En ook daar is geen verdienmodel voor. BNR. On the move. Umberto Tan. KPN gaat flink snijden in het personeelsbestand. Er verdwijnen duizenden banen in Nederland. 4.000 tot 5.000 om precies te zijn. KPN-topman Eelco Blok zei er eerder op de zender het volgende over. De komende jaren gaan er inderdaad 4.000 tot 5.000 banen verdwijnen in de periode tot en met 2015. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar het is niet meer dan de afgelopen jaren. En ik heb niet alleen besluit genomen om de arbeidsplaatsen te verminderen, maar ook het besluit genomen om behoorlijk extra te gaan investeren in Nederland, om het bedrijf in Nederland sterker te maken. Het gaat dan om investeringen om de klantfocus te vergroten en investeringen in onze infrastructuur en in onze portfolio. Maar zijn het gedwongen ontslagen? Ik sluit gedwongen ontslagen niet uit, maar in het verleden hebben wij altijd heel zorgvuldig met de vermindering van de arbeidsplaats omgegaan. Ja. In overleg met de vakbonden en de medezeggenschap in het bedrijf. En dat beleid zullen we de komende jaren ook doorzetten. Ja, u hoorde CEO van KPN Eelco Blok. ICT-trendwatcher Richard Lempen nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Blok spreekt over dus ontslagen, eventueel zelfs gedwongen ontslagen, maar ook over investeringen. In hoeverre zie je dat die investeringen nodig zijn voor KPN om mee te blijven doen? Nou, die zijn zeker nodig. En het mooie is natuurlijk ook als je nu zegt 4.000 mensen, en dat is net zoiets als de afgelopen jaren. Dat klopt natuurlijk wel, want we zaten nog in een ontslaggolf van 8.000 mensen. Ja. Dus dat voortzet is logisch. Dat geldt overigens voor de hele telecomsector. Maar vooral bedrijven zoals KPN, die op de ouderwetse manier zijn opgebouwd met heel veel mankracht. Die moeten echt heel erg omdraaien, omdat je in de markt op dit moment ziet dat en telefoontikken natuurlijk onder druk staan. En met name het afgelopen jaar het aantal sms-berichten, dat is enorm afgevlakt. Daar zit geen groei eigenlijk meer in. En daar hoor je in verhouding de telecombedrijven nog weinig over. Plus, wat er nog bij komt, wat boven de markt hangt, is dat waarschijnlijk, en met name in Nederland, nu er meer smartphones dan gewone telefoons verkocht worden, dat we massaal aan het IP-videobellen gaan. Dus we gaan bellen zonder telefoonticket te maken. En dat is lastig als je daar geen goed verdienmodel voor hebt, dus dan zal je organisatie moeten aanpassen. Kijk, de beurscijfers komen binnen. KPN verliest na opening bijna 8% op de beurs. Dus de beleggers die hebben er niet heel veel vertrouwen in ieder geval op wat er nu zo bekend is gemaakt. Nee, dat zal nog wel een beetje corrigeren, denk ik hoor. Weer naar boven vandaag. Maar wat je in ieder geval ziet is dat er slagen gemaakt moeten worden. En met personeel natuurlijk. Die investeringen die noemt, dat klopt natuurlijk. Mm-hmm. Er moet met name aan de achterkant in het netwerk, daar ga je concurrentievoordeel opbouwen. Daar moet flink bij geïnvesteerd worden. Plus, ik denk dat ze de zakelijke markt veel beter kunnen meepakken. Door bijvoorbeeld ook meer weer naar webhosting en dat soort dingen te gaan kijken. Dus echt wat ze een aantal jaren geleden van plan waren. Het grote alomvattende internetbedrijf te worden. Zoals British Telecom bijvoorbeeld ook een paar jaar eerder al gedaan heeft. Dus weg van puur telefonie, maar de breedte in met televisie, met internet en ook bellen nog erbij. Dan krijg je weer een solide basis. Ja, dus eigenlijk was KPN bijna een betere partner geweest voor SBS6 dan Sanoma bewijs. Het is niet voor niks natuurlijk dat ze destijds, en dat is inmiddels ook weer op zijn gat, hè, dat het dagblad, de dag hebben geprobeerd om te kijken van nou kunnen we over de contentkant op die manier de markt verbreden, de hele keten pakken als het ware. Maar wat je terugziet, en dat is op zich wel terecht wat Eelco Blok zegt, terug naar de core. En de core van KPN is in principe
een hele goede netwerkbeheerder zijn. En zorgen dat je aan de achterkant alles goed voor elkaar hebt. Dat daar je bezittingen ook liggen. En dat je dat dus weer doorverhuurt aan en andere telecombedrijven. En allerlei andere organisaties die gewoon datacapaciteit willen inkopen bij je. Want wat weg is, dat komt niet meer in diezelfde vorm terug. Dus je moet andere vormen vinden. Ja, en dat is ook wel logisch. Hè? Want als je beredeneert nu, dat, ja, hoeveel kost een sms-bericht op dit moment en hoeveel gegevens kun je heen en weer sturen? Dat zijn letterlijk een paar karakters die je heen en weer stuurt. Als je dan ziet wat een megabyte data kost over internet, of als je een video aan het kijken bent op je mobiele telefoon of op je tablet, het staat helemaal niet in verhouding tot elkaar. Dus sms is een beetje de teletext geworden van de telefonie. Het zal er wel blijven overigens, omdat je natuurlijk een hele aparte functie daar mee kan geven. Mensen worden goed gewaarschuwd, maar tegenwoordig zie je ook met Ping en WhatsApp en al die social media berichtjes die je ontvangt op je mobiele telefoon, dat je daar natuurlijk ook een waarschuwingssignaaltje kan krijgen. Dus dan krijgt het ongeveer dezelfde functionaliteit als sms, plus dat je daarbij dan ook nog video's en beeldmateriaal aan elkaar kan toesturen. Ik dank je hartelijk, ICT Trendwatcher Richard Lamp. Je wilt nieuws, beurs, sport en verse energie. Wij hebben het. BNR. Niets houdt je tegen.